Naast de bestaande grammofoonplaat zal over enkele jaren ook een beeldplaat verkrijgbaar zijn. De daarop aangebrachte beeld- en geluidsinformatie kan via een afspeelapparaat naar elk normaal tv-toestel worden doorgezonden. De beeldplaat, van doorzichtig plastic bedekt met een reflecterende laag, draait met een snelheid van 1500 toeren per minuut. Terwijl onder de plaat een laserstraal, die door spiegels en prisma's wordt omgebogen en gericht, de informatie aftast. Die informatie is opgeslagen in minuscule putjes die hier vergroot zijn weergegeven. De beeldplaat heeft aan iedere zijde een speelduur van minimaal 30 minuten. Het beeld kan op elke gewenste plaats worden stilgezet en naar believen weer op gang worden gebracht. Op de plaat kunnen bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden honderden dia's worden vastgelegd die vertoond kunnen worden zo lang als men wil en die ook genummerd kunnen worden, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Wie straks een plaat koopt met bijvoorbeeld een sportevenement erop, kan het spel tot in details ontleden. Ook is het mogelijk om het beeld zowel voor als achteruit vertraagd weer te geven en van die slow motion zelf de snelheid te bepalen. De beeldplaat, die in Nederland waarschijnlijk in de jaren 80 geïntroduceerd zal worden, is een bijzondere uitvinding, vol ongekende mogelijkheden.